En kijk eens wie daar achter de tent vandaan komt. Het is Toos Toverhoed. Die leuk met de kinderen hier komt spelen, op de foto gaan. Echt leuk. Typisch Toverland dit. Dat kind is helemaal bang. Oh. Daar loopt hij mee naartoe. Goedemorgen. Je bent niet bang. Morgen. Goedemorgen. Okay. Ze doet ook een paardenreis. Ga er mee naartoe. Er is een tijd voor komen en er is een tijd voor gaan. Helaas, vandaag de laatste dag, derde dag. In ieder geval, ga gewoon lekker genieten van het mooie Toverland. Eventjes zonder Edwin, want die is even in de tent gebleven. Wanneer dat we elkaar weer zien, weet ik niet, maar misschien al vandaag nog. Alles een volgende keer, want ik heb hem even een standje moeten geven, omdat hij iets deed. Wat ik niet leuk en tof vond. In ieder geval, ik ga nou lekker naar mijn favoriete achtbaan toe. Namelijk Phoenix, die je daar achter de bomen ziet verschijnen. In ieder geval, dat is echt gewoon een van mijn achtbanen waar ik altijd graag een rondje op maak om wakker te worden. Dus als je echt, je bent toch al lang wakker. Ja, ik was rond 7 uur wakker. En lekker ontbijtje gehad. Leuk dat Toos over de camping heen kwam. Om lekker met de kinderen te spelen, te ravotten. Leuk op de foto gaan. Nou, echt leuk. Echt gewoon typisch Toverland. Zulke soort dingetjes. Echt om meteen sfeer erin te brengen bij de kleinere kinderen. In ieder geval, gaan even lekker Phoenix op. En wat ik verder doe vandaag, ik zie het allemaal wel. In ieder geval, de komende avond slapen we hier nog, maar morgen gaan we heel vroeg de tent afbreken en dan weer naar huis toe. En dan houdt eventjes voor gezien Toverland. In ieder geval, kom je natuurlijk wel vaker terug, maar misschien pas het komend weekend of over een paar weekenden. Want het is leuk. Leuk concept wat ze hebben bedacht van de pop-up summer camp. Echt heel leuk, maar wij hebben dus voor 3-4 dagen drie nachten op de parkeerplaats. Maar ja, dus vind ik toch persoonlijk een beetje te veel. 1 of 2 nachten is eigenlijk meer dan genoeg, maar goed dat we toch 3 nachten hebben gedaan. Want het was de afgelopen maandag een hele drukke dag, dinsdag een drukke dag. Vandaag verwachten ze echt het toppunt, het echte allerdrukste dag van deze week. Maar dat zullen we wel zien. Maar we gaan eerst naar mijn mooie achtbaan die hier staat. En ik spreek jullie later wel weer. Nou, ze zijn dus echt al zo voorbereid dat het zo druk is, dat ze de buitendeuren al hebben opengegooid. En ja, het is ongeveer weer een klein pak een beetje half jaar geleden dat ik op dit pad hier nog allemaal heb gelopen. En ja, ook al waren we een van de eerste, moet per se het volledige pad volgen. En daar gaan we in.
yes, get the other door. Yay! Wat is het toch lekker om op zo'n mooie, goede, krachtige wingcoaster wakker te worden hier in Nederland. Phoenix, Toverland. Nou, voor de echte kenners, in ieder geval, we zijn aan de andere kant van de Phoenix beland. Gaan we nu richting Merlin's Quest. Waar we gisteren in, maar toen was het te druk. Nu is het gelukkig wat rustiger. Maar er is één dingetje dat me is opgevallen. En dat wil ik jullie met jullie zo meteen gaan delen. En dat is namelijk hier ergens halfweg in de wachtrij. Heb je net zo'n van die stenen gedeelte. Dat je op die speciale looproute hebt. Langs de Helix. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Dat is best wel apart. Wat? Nou, via de andere kant te gaan. Dat zijn van die korte slagen. En daarna gaan we terug naar boven, daar toe. En dan heb je van die hele lange slagen. En daar zit dat speciaal stukje dat ik met jullie wil delen. Nou, dames en heren, dit stukje pad bedoel ik dus. Dat is net zoals langs de Helix waar je loopt. Loop je ook allemaal van zulke soort stenen. En het was namelijk de eerste keer opgevallen afgelopen maandag. Zo heb ik dus die volledige wachtrij die hier ligt nog nooit gelopen. En dan kom je dit ineens tegen. Echt grappig. Dat Toverland echt van zulke soort kleine dingen dat er gewoon aan denk. Ja. Daarom ben ik ook zo verliefd op dit park. Zo, echt lekker doorspelen. Ja, zoals je ziet is het nou lekker een Merlin's Quest. We zijn op zoek naar een quest. En dat is een... waar we nu naar gaan zoeken is zeg maar een bepaalde kruid. Om het hart van Morgana te ontdooien. Met Halloween is daar bij de first drop of de nette neffe. Daar staat meestal het podium. En ja, op het podium zit dus Morgana, de ijsdraak. En die zit nu gevangen in de diepere kelders van Avalon. En ja, dus met Halloween lopen hier allemaal Frozen Souls rond. En dat zijn zeg maar de oorspronkelijke bewoners hier op Avalon. Toen het fout is gegaan, heeft de heks Morgana hun zeg maar betoverd. En nu gaan we dus op zoek naar een bepaald kruid om het hart te ontdooien en de vloek te spreken. En dat zie je dus in de scènes hier binnen, waar we dus nu naartoe gaan varen. Dan heb je Merlin's Magic Treasure Store, waar je magische speeltjes kan kopen van Merlin, of wel op zijn Engels Merlin. Maar het is nog steeds echt heel mooi gedecoreerd, echt waar.
Dit vind ik toch wel persoonlijk steeds wel een van de mooiste gelukte gebieden van geheel Toverland. Avalon. En daar heb je dan flink verder. We hebben gisteren gegeten. Edwin en ik, echt heerlijk gegeten. En het bier die ze daar verkopen, echt goddelijk, echt waar. Ja, dat komt dan weer door Jean Gilles Senior, die een bepaald merk bier hier naartoe heeft gehaald. Helemaal uit Zwitserland of Oostenrijk. Maar we gaan nu de quest in. Of dat we het kunnen gaan vinden. Show hoe het in elkaar is gezet. In ieder geval afgelopen maandag, wat ik dus net zei, deed die deur vanuit Merlin, als je langs Merlin bent gaan varen, dan kom je bij een speelpaleisje, zeg maar, waar pixies zitten. En pixies zijn zeg maar die kleine monstertjes. En nou deed de deur het wel. Of misschien lag het wel aan een show trigger die het niet deed. En nou dus wel, gelukkig. En ja, nou gaan we zo meteen dan, als we hieruit zijn, gaan we richting Port Laguna. Gaan we naar een show kijken van Mogol en Toos. En Toos gaat nou op vakantie. Ik heb in de eerste dag vlog gezegd van wat ik kleine stukjes heb gezien en dat ik het niet echt veel aan vond. Het zal denk ik wel nog steeds zo zijn. Maar nou ga ik de show zelf van dichtbij bekijken. Dus misschien beleef ik het wel anders. En dan kan het zijn dat ik mijn mening ga aanschrapen. In ieder geval, ik zou zeggen, geniet van de nieuwe Toos Tober Show. Van Toos op vakantie. En ik zie jullie later wel weer. Marl, schiet nou op! Kijk nou hoe spannend! Een verlaten strandhut!
Oh Toos, het is toch vakantie? Ja, lekker luieren en heel veel ijsjes eten. Hé, hey, Toos, wacht eens. Wat ga je doen? Kom nou, kijk. Oh, toch niet dat verlaten strandhutje in? Ja. Oh nee. Ach, Morrel, stel je nou toch niet zo aan. Kom nou maar. Ah, oké dan. Jongens en meisjes. Wat leuk dat jullie er zijn, zeg. Nou en nog. Ik ben Toos en hij is Morrel. Ik ben Morrel en zij is Toos. En we vinden het grandioos om jullie hier te zien. Ik ben Morrel. En ik ben Toos. En deze show wordt weer galoos. Leuke liedjes in de doos. En grapjes boven toe. Je weet het hier in Toverland, een wonder, een cadeau. Ja, doe maar mee met de Toos Tovershow. En het is elke dag wel weer iets los in het land van Toos. Ik ben een echt heksenkind. En ik ben een vrolijk zwijn. Weet je wat ik zo heerlijk vind? Wij maken altijd fijn. Nou Toos, nog niet zo best. Nee, vaak gebeurt er dan iets geks. Dat heb je met zo'n heks. Dus doe maar mee met de Toos Tovershow. Want je weet het hier in Toverland. Een wonderen cadeau. Ja, doe maar mee met de Toos Tovershow. Zal ik het eens voordoen? Nou, als ik er maar niet te moe van word. Nee joh, het is juist leuk om te dansen. En het heet de knieëndans. Moeten we dan op onze knieën dansen? Nee, met je handen op je knieën. Ik doe het voor. Dansen jullie allemaal mee? Een stap naar links, een stap naar rechts. En klap maar in je handen van je 1, 2, 3. Een stap naar rechts, een stap naar links. En leg nu je handen maar eens op je knie. En nu lopen wij een blokje om. En ook nog een keer terug. En we zwaaien, met de handen in de lucht. Leuk zeg, maar wel moeilijk. Dan doen we hem gewoon nog een keer. Met z'n allen. Een stap naar links, een stap naar rechts. En klap maar in je handen van je 1, 2, 3. Een stap naar rechts, een stap naar links. En leg nu je handen maar eens op je knie. En nu lopen wij een blokje om. En ook nog een keer terug. En we zwaaien, met de handen in de lucht. Goed zo! Ja, doe maar mee met de Toos Tovershow. Want je weet het hier in Toverland, een wonderen cadeau. Ja, doe maar mee met de Toos Tovershow. Er is elke dag wel weer iets los in het land van Toos. Ja, elke dag iets aan de hand in Toverland. Oh, wat gezellig dat jullie er allemaal zijn. Ja, heel gezellig. Maar het is vakantie, dus ik ga snel ijsjes eten. Doei. Oh, mooi, hier blijven. Dit is juist een spannend avontuur. Ja, want papa Simsalabuik heeft mij zelf het verhaal verteld over kapitein Rumrozijn. Kapitein Rumrozijn? Ja, hij zou een echte schat verstopt hebben in zijn strandhut. Een echte schat? Ja, en nu wij toch op vakantie zijn, Morrel, kunnen we toch net zo goed op schattenjacht? Op schattenjacht? En deze schatkaart heb ik ook nog van papa gekregen. Dus ik heb er zo'n zin in. Nou, ik weet het niet hoor. Ik ga toch veel liever lekker zwemmen in de zee. Maar Morrel, misschien zit er in die schat wel heel veel gouden munten. Of ijsjes. Dat zou lekker zijn. Wat zeg je daar? Een schatkist vol ijsjes?
Toos, waarom zijn we nog niet aan het schat zoeken? Oh, dit wordt de beste vakantie ooit! Rustig nou maar, Morrel. We moeten goed kijken op de kaart die we hebben gekregen. Mensen, even zien. Hier staat de vuurtoren. En daar die hoge struiken. Oh, kijk! En hier is de strandhut. Daar zijn we nu. Morrel, niet doen! Net goed! Morrel, we werden bijna de strandhut uitgeblazen door die storm uit de fles. Zoeken! Morrel, doe nou eens even rustig. Ik heb van mama Hocus Pocus geleerd. Eerst goed kijken en nadenken en dan pas doen. Wat een onzin, Toos! Laat die kaart nou even zien. Nee, Morrel, ik was druk bezig met kijken. Geef nou hier! Morrel! Oh. Ja, vanmorgen vroeg, toen begon het al. Ik stapte uit mijn bed en ik gooide het glaasje water om. Dat mama Hocus Pocus daar had neergezet. Oh, alles gaat mis, alles gaat mis. Het is echt weer zo'n dag dat alles misgaat. Alles gaat mis, ik weet niet waarom het is. Niet zo eigenwijs moeten zijn. Maar ik was gewoon zo nieuwsgierig naar die schat. Want ik heb zo'n zin in ijsjes. Nou, wat stom zeg. Ik zie helemaal geen palmboom. Morrel? Ja, als hier een palmboom zou staan, dan zou deze echt wel opgevallen zijn. Morrel? Ja, ik bedoel, een palmboom is geen klein plantje. Ja, tenzij deze verkleindrank heeft gehad. Morrel! Toos, je hoeft niet zo te schreeuwen hoor. Wat is er aan de hand? Morrel, kijk eens achter je. Ja, een grote palmboom. Nou en? Wacht eens even. Wow! Kijk, Toos, ik heb de palmboom gevonden! Ik ben zo blij dat papa Simsalabuik mij over de schat vertelde en die kaart heeft gegeven. Zullen we hem openmaken? Ja! Kom maar op met die lekkere ijsjes! Ja, of een mooie ketting.
Oké, laten we aftellen van 3 naar 1 en dan de kist openmaken. Tellen jullie mee? Ja. 3, 2, 1, 0! Wat is dit nou weer? Kijk eens, hier hangt een briefje. Lieve Toos en Morrel. Gefopt! Gefopt? Ja, ik heb een grapje met jullie uitgehaald, zodat jullie nog een spannend avontuur zouden beleven op vakantie. We zien elkaar snel weer. Een dikke kus, papa simsalabuik. We nu dan eindelijk echt vakantie gaan vieren. Ja, dat is waar! En het is duidelijk, onze vriendschap is de echte schat. Ja, hier gebeurt van alles. Je gelooft niet wat je ziet. Want weet je wat het geval is? Een fantastische land, planeetland is er niet. Net de show gezien. Het zit wel. Het is even iets anders. In ieder geval muziek, ja, hartstikke leuk. Decor, ja, het ziet er wel heel mooi uit. Echt geweldig. Echt leuk dat er knipogen zitten naar de moeder en de vader van Toos. Ofwel, suikerbui. Ja, echt leuk. Want volgens mij kwam die niet zo vaak vroeger in de allereerste shows, dat durf ik niet te zeggen. Maar de moeder daarentegen in de oude shows, daar kwam je wel vaak tegen. Dus leuk dat ze daar wel knipogen naar hebben. En sowieso één ding wat mij opviel, is dat ze het woord toverdoos gebruikte. Dus dat vond ik best wel grappig. In ieder geval, ik als bouwvakker ben heel goed in het doordenken, zeg maar, richting het andere. Weet wel, 18 plus een beetje. En toch wel leuk dat ze daar al een beetje rekening mee hebben gehouden. En ook heel erg leuk dat ze nou echt heel veel special effects gebruiken. Bijvoorbeeld als de kist open gaat, dat in één keer een rookplein van je wel eruit komt. Echt leuk gedaan. En het is gewoon even een andere, in ieder geval, show dat er wel een beetje verrassend overkomt. Iets dat ik zelf niet erachter had gezocht, van sowieso. Terwijl ik meestal show weg met van Spooky. En wat is jouw mening over deze show?
mijn mening is, het is echt een hele leuke show. Echt voor kinderen, echt voor families. Als je een hele gezin hebt, is het een hele leuke show. En dan zie je kinderen genieten, ook net voor ons gaat je kinderen. Ja, zeker. Ja. Ja, voor als je zo met z'n tweeën, ja, dan is dat zo van, ja, het is wel leuk om een keer te kijken. Maar het is niet zo haalvatbaar voor als je alleen bent. Oké, okay, ja. Maar als je met een gezin bent, dan zou ik zeggen, ga gewoon even naar deze show kijken, want je kinderen hebben heel erg leuk en alles. Dus, zeker. Ja, dat zou ik zeggen. Oké. Okay. Nee, want Edwin, je had die vorige show binnen de twee handen nooit gezien, of wel? Ja, ik heb die wel stukjes van gezien, maar ik heb er nog nooit naar gekeken, want ja ik liep er altijd voorbij, omdat ik dacht, dat zijn voor de kinderen, en ik dacht, ja. Ja. Maar nu, omdat ze nu dit huis hebben, vond ik best wel interessant om te kijken wat ze hebben gedaan, en het is toch wel, ja, het is nu anders, maar het is wel ook wel leuk gedaan. Ja. Maar in ieder geval, de show elkaar hartstikke leuk, geweldig. Maar persoonlijk, echt persoonlijke mening, omdat ik de vorige show ook heb gezien met Spooky. En het vriendinnetje van Spooky, dus dat ze echt op magische wijze moesten zoeken naar het vriendinnetje van Spooky. En allerlei dingen te doen. Ja, vond ik persoonlijk die show beter. Maar ja, dat is een persoonlijke mening, dus dat vind ik gewoon die persoonlijk leuker en beter. Deze is ook wel leuk, maar ik vind hem persoonlijk iets minder. Ja, daar heb je. Als je wel een bepaalde stijl kent vanuit Toverland, dan verwacht je van dat die patroon of door is getrokken of een next level gaat opzoeken. Maar dat had ik nu persoonlijk eventjes niet. Maar we zien wel wat we vandaag verder nog gaan doen. Ik denk misschien naar Helions of zo, of naar Bubble Magic, want die treden er ook ineens op. Ook al ben ik benieuwd wat ze daar gaan doen bij Bubble Magic, want dat van vorig jaar, ja, dat vond ik niet echt zoveel. Want dan liet ze gewoon met kinderen bellen blazen, zeg maar, en grote bellen maken, heel groot. En ja, verder zullen we het wel gaan zien wat de laatste dag helaas voor ons zal gaan brengen. Hier op Toverland. Nou, dames en heren, zoals jullie zien, we zitten nu een paar dagen van Ithaca. Voor sommige echt goede Toverland fans valt het misschien op dat het hele nieuwe paarden zijn. In ieder geval in een heel mooi opnieuw verf. We hebben een nieuwe schildsteek geworden. Dat het allemaal kan. In ieder geval, ja, zien we heel mooi en nieuw uit. De meeste mensen denken van, echt, word volwassen. Maar in ieder geval hier in Toverland, ja, moet je gewoon je grenzen durven te verleggen. En Edwin zit er nou ineens weer na zoveel tijd erop. Want hij was namelijk niet bij de pre-opening van de abonnementhouders. En dan nog een paar Duitsers die bijvoorbeeld voor mij stonden, die zijn er ook op gegaan en denken van, echt, waar ben ik aan begonnen? Nou, het is gewoon je grenzen durven te verleggen en gewoon overal schijt en gewoon kunnen instappen. Dat is het zo fijn hier aan Toverland, vind ik. En ja, verder de ride zelf hetzelfde gebleven. Alleen het jammerste is, bij mij doet de boordmuziek het niet. Dat is wel jammer. Dus bij de ene doet het wel en bij de andere weer niet. Ja. En daar waren we dan. Weer bij het uitstapstationetje. Dus. Bij Jan doet het af. Nou, dames en zoals je ziet, we zitten lekker in Phoenix. In ieder geval de hele coronaperiode. Sinds dat Toverland weer open is, ben ik helemaal niet ontvlogen. Echt super blij. Of ik zou zeggen, schrik van erin. Ook is het al de tweede of derde keer dat we op Phoenix zitten. Maar echt de hele. Stormwater! In ieder geval de hele coronaperiode helemaal niet ontvlogen geweest. En nu heerlijk wel. Maar ik zou zeggen, geniet van de rit. Oh,
kijk, wat is nou? Oh ja, dames en heren, heb ik dat gemist. Front row. Oh. Wel links voor. De beste plek ever op Phoenix. Echt. Oh man. Ik heb het echt gemist. Ik heb er nog steeds geen woorden van hoe dat hier links voor is. Echt waar. Het is nog steeds een echte aanrader. In ieder geval vind ik persoonlijk. Hier op Phoenix. Op deze mooie BNM Ring Coaster. Echt waar. Links voor. Beste plek op Phoenix. Echt. Heerlijk. We hebben een paar van Itaca gedaan. Daarna hebben we nog mijn favoriete achtbaan Phoenix gedaan. En nu zijn we weer terug op Itaca. Namelijk bij Troy the Ride. Van Troy de Sensatie. Maar hier zometeen komt bovenop een vuurshow, ofwel genaamd Helios. Ik ben benieuwd hoe de show nou zal zijn op de 1,5 meter. Wat ze nog steeds met twee doen of eentje. Wat ze zo meteen wel zien. Hier op het dak van Troy. Dear guests, you are standing on the holy ground of the city Troian. Odysseus created a huge wooden horse with hidden soldiers to trick the Trojans. The Trojans thought that the horse was a gift and brought the horse into the gates. At night, the soldiers climbed out of the wooden horse and started the greatest battle of their lives. A fierce battle began, which was called the Trojan War. Possible to occupy the city. After the fierce battle, Troian was taken over. Odysseus won the battle and returned to the island Ithaca. Thank you.
impossible to occupy the city. After the fierce battle, Troian was taken over. Odysseus won the battle and returned to the island. Dames en heren, ik zit nu wel een klein beetje in het Trooigebied. We hebben, zoals je net hebt gezien, twee stukjes show gehad. Want ik kan me nog herinneren, vorig jaar, 2019 en het jaar erop, waren ze met z'n tweeën. En dat je zeg maar één hele grote show van pak en beet, ja, 10 minuten en een kwartier. En nou is hij in het eentje. Waarom? I don't know. Waarschijnlijk heeft het toch wel met de corona te maken. Dat je dus nou die vuurdans, noem het maar even zo, niet kan doen met z'n tweeën, maar dan echt in je eentje. Maar ik denk van, je kan ook een show opvoeren met z'n tweeën op 1,5 meter. Dat moet volgens mij best wel makkelijk hoor. Het kan zijn dat ik er misschien naast zit, maar ik weet het niet. In ieder geval heb ik dus nou net twee stukken gehad. Dus het eerste dat hij met een soort van vuurpotjes deed slingeren. En daarna zeg maar een stukje vuurspugen. Of vuurvreten. Wat een echte vuurspuwer doet. Dus ik ben benieuwd of dat er nog meer zal gaan komen. Want ik kan me ook nog herinneren dat ze deden zwaardvechten op het podium, in ieder geval bovenop het dak. Dat ze deden zwaardvechten, maar of dat erbij zit, ik kan het niet zeggen. Bedankt Roy. Ja, soms rijdt gewoon even een treintje voorbij, dus moet je niet van aantrekken. Dus ik ben benieuwd of dat zwaardvechten er nog in zit. En het twirlen, zeg maar, in ieder geval wat ze bij de majoretten doen. Maar dan van vuurvreters. Dus dat ze een hele grote stok hebben en dat er aan allebei de kanten zo'n ronde staaf zit waar dan vuur aan zit. En misschien dat er ook nog in zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar dat lijkt je dan zo meteen, als het erbij zit, zo meteen zien. Anders niet. Anders gaan we deze vlog van de afgelopen 3 dagen hier afsluiten. Maar ik zou zeggen, geniet verder misschien nog van de komende beelden. Anders gaan we nog leuke attracties doen en de vlog afsluiten. Hier vanuit Toverland met de Summer Camp. Ja, dames en heren. Zo komt er dan helaas een einde aan deze 3-4 dagen Toverland. In ieder geval maar 3 dagen gefilmd. Morgen ja, zijn we er nog soort van. In ieder geval hebben we nu een derde nacht. Van die dat we lekker nu gaan blijven slapen op de camping. Maar dan duik je niet meer in het park in. Want we zijn gewoon echt ja, klaar. We zijn op. We zijn doodmoe. In ieder geval, Toverland, ik wil jullie bedanken voor de goede zorgen. In ieder geval, de ontbijtjes waren echt heerlijk. Echt waar. Pop-up ja, was allemaal mooi netjes geregeld. Echt geweldig. Chapeau. De duikshow, natuurlijk gewoon het beste, dat ik persoonlijk vind. Daarna komt dan Helios. Ja, ik had verwacht dat het net zoals vorig jaar het jaar ervoor zou zijn. Dus dat ze met 2 mensen boven het dak stonden bij Troy. Maar dat was dus helaas niet. Ja, helaas weet de corona dat gewoon ja, de spelbreker was, zeg maar, noem ik het even zo. Ja, dat was wel behalen, maar nou, goed opgelost. En ik had verwacht eigenlijk, dan 1 persoon had verwacht dan dat hij de hele show zou doen, maar hij deed zeg maar in stapjes en dan heeft hij 2 vier spektakels laten zien. 1 keer met vuurspugen, wat hij vaak hier ook doet en kan. En dan het andere zeg maar met 2 stokken waar een hele grote bol aan zit, waar vuur. En dat werd een beetje te slingeren. Nou, dat was heel leuk gedaan. Echt waar. Maar het waren gewoon een paar leuke dagen op de camping. Een oud-collega tegengekomen. Het was gezellig. Gisteravond. En die is dan nou naar huis toe. Maar het was echt gezellig. Maar echt waar. Met de pop-up camping toch. Die gaat zo door. Volgend jaar gewoon weer doen. Echt waar. In ieder geval, ik raad het ook echt iedereen aan. In ieder geval, je wordt echt gewoon goed behandeld.
Het eten is goed, echt alles is gewoon lekker. De cocktails, heerlijk, verrukkelijk. En daar gaan we het ook dan mee afsluiten. In ieder geval, had je dat nog niet gedaan, vind je dat echt niet even dat blauw duimpje mogen doen? Natuurlijk, even abonneren op de YouTube-kanaal voor meer leuke reviews, vlogs, onrides en onrides vanaf camps en petparken. En hier vanaf de Summer Camp met ja, groetjes naar Edwin en bedankt naar Edwin. We waren gewoon drie leuke gezellige dagen. Ja, sluit je dan hier echt af. Vanaf Toverland Summer Camp zeg ik doei, punt. En tot een volgende keer maar weer.